Als je dan nu een week van 16 uur hebt en je moet dan ook nog twee keer anderhalf uur in de auto zitten, en dan had je ook die twee keer anderhalf uur extra kunnen fietsen. Zo praktisch, en kijk, voor een Luc maakt dat niet zoveel uit, want die heeft de hele week. Maar ja, bij jou is dat gewoon wat anders. Je moet gewoon echt zorgen dat heel handig invullen. Yes, ik ben inmiddels al een maandje aan het trainen voor het grote profavontuur van 2021. In mijn vorige video liet ik al een stukje zien van mijn eerste gesprek met Jacob Wijnstra, mijn coach die mij het hele jaar begeleidt. Daarin ging het over doelstellingen en daaruit kwam werd wel duidelijk dat dat voor mij nu nog vrij moeilijk is om dat aan te geven. Maar wat zeker is, is dat ik flink aan de bak moet om volgend jaar überhaupt het niveau aan te kunnen. Maar een extra uitdaging is dus dat ik gewoon blijf werken hiernaast. Dus we moeten een slimme trainingsplanning maken. En de eerste vraag die Jacob dan natuurlijk aan mij stelt is: hoeveel tijd heb je om te trainen? Ik heb ook gewoon jouw advies daarbij nodig van wat ook handig is. Om te, zeg maar, wat is minimaal nodig? Hè? Dus daar had het vorige week even over. Of zondag. Dus daar heb jij ook wel een idee over. En we moeten dat denk ik gewoon echt even maand per maand gaan testen. Nou, wat ik wil doen is gewoon een jaarplanning hier zo maken voor jou. Kijk, en uiteindelijk ga je al snel een week of een uur of 15 in de week wil je gewoon wel kunnen trainen. Ja. En dat ga je niet elke week doen, maar dat moet je wel kunnen. Wat ik sowieso wel wil doen is intensiteit ook in de winter. Graag. Ja, nee, uiteindelijk zie je vaak dat gasten inderdaad heel veel langzame laag intensiteit doen en duur en dat soort dingen. Ik ben er wel van om eerst een weekje hit, maar echt kort en hoog intensief. Ook echt van die VO2-blokjes. En het is prima om daar een zwemwedstrijd te doen, maar niet drie zwemwedstrijden. Ja. Want wat ik wel wil, is bepaalde specifieke triggers. 40 seconden gas en dan 20 seconden rust. Ja. En wat ik normaal gesproken doe, is dan drie van dat soort trainingen in de week. Drie of vier, want je hangt van hoeveel je überhaupt traint. En dan daarna twee duurweken, zeg maar. Ja, waarom zeg ik nu graag als Jacob het heeft over intensief trainen in de winter? Nou, die aanleiding ligt ongeveer 3 jaar geleden. Eigenlijk vanaf 2012 heb ik voor verschillende clubteams gereden in de clubcompetitie, criteriums gereden bij de elite, dat soort dingen. En daarin merkte ik eigenlijk al na 2 jaar dat mijn niveau wel een beetje begon te stagneren. En toen ik begon met afstuderen en met fulltime werken, ging mijn niveau helemaal drastisch omlaag. En die winter heb ik eigenlijk een experiment op mezelf uitgevoerd, wel naar aanleiding van bepaalde literatuur. En daarin ging ik eigenlijk 6 tot 8 uur in de week trainen. 4 trainingen per week, waarvan 3 super intensief. Uiteraard wel met verschillende rustweken tussendoor. En daar ben ik eigenlijk super hard van gaan rijden. Ik heb toen 2 criteriums gewonnen bij de amateurs. Ik kon bij de elite meedoen voor top 10 plekken. Dus door die ervaring ben ik eigenlijk heel positief tegenover intensief trainen in de winter gaan staan. En heb ik ook geleerd dat ik daar heel goed van kan worden. Het enige nadeel toen was wel dat ik niet heel lang een topvorm kon aanhouden. En ook naarmate de wedstrijden langer duurden, dat ik het echt wel moest afleggen tegen de mannen die er wat meer uren in stopten. Ja, volgend jaar heb ik bijna alleen maar lange wedstrijden. Dus moet ik met Jacob ook op zoek gaan naar voldoende duurtrainingen, voldoende volume. Zodat ik straks ook echt de langere wedstrijden aan ga kunnen. Ik heb hier een weekje van 8 uur, dan 10 uurtjes en dan 12 uur. En dan gaan we weer terug naar 6 uurtjes. Ja. Even een beetje bijkomen en dan gaan we weer een hitweek met 8 uurtjes. Die gaan we ook niet per ongeluk opbouwen. Relatief klein houden, beknopt houden, zodat je goed fris blijft. Zo. En dan gaan we hier zo die omvang weer terug uitbouwen, 11 en 13. 13,5. Nou, dan komen we hier zo eentje van. Dan zit je alweer in januari, maar even kijken of we dan echt zo'n hitweek doen of we meer koersspecifiek al. 12, 15, 17, want hier zou het dan toch mee op trainingskamp zijn. Ja. Dus dan, ja goed, dan train je ze op jong weer. Dus zo kunnen we heel mooi richting dat seizoen werken. Het plan schrijf ik gewoon even door tot en met juni ergens of zo voor jou. Zodat we daar dat we in ieder geval wel even naar maart toe werken, maar dat we daarna weer doorpakken in opbouwen vooral. Ja. Ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste voor jou. Dat we niet te veel echt dan voor een pieken blijven gaan zitten werken heel de tijd, maar dat we echt even zorgen dat je gewoon ergens op niveau komt. Ja. En dan kunnen we altijd heel snel ergens de vermoeidheid terug uitvissen en dan ben je wel goed in vorm, zeg maar. Ja, precies. Ja, mee eens.
En ik moet ook eerlijk zeggen, deze aanpak voelt echt heel goed aan voor mij. Dus zoals je ziet, schieten we niet meteen door naar trainingsweken van boven de 15 uur, 20 uur, 25 uur. Zoals je misschien verwachtte dat nodig is voor dit niveau. Zou nu überhaupt ook niet kunnen, want ik heb de afgelopen periode ook niet superveel getraind. Als ik nu ineens heel veel ga trainen, dan raak ik heel snel overbelast. Raak ik overtraind en ja, dan schieten we helemaal niks mee op. Maar aan de andere kant moet ik wel relatief snel nu naar een niveau toe dat ik mee kan doen, dat ik mee kan trainen met mijn ploeggenoten, dat ik koersen enigszins fatsoenlijk mee kan doen. Maar daarna moeten we dus ook weer echt blijven opbouwen naar een nog wat hoger niveau in de loop van het seizoen. Training valt en staat met communicatie. Kortom, je weet me te vinden. Schroom niet, al is het s'avonds 10 uur, maakt me geen reet uit. Als ik niet kan opnemen, bel ik altijd terug. Dus dat is wel echt even een dingetje. Hou je ochtendpuls even bij. Oké. 3, 4 keer in de week is prima, het hoeft niet per se elke dag te doen. Ja, dus wat Jacob zegt, communicatie is echt super belangrijk. Dus uiteindelijk, hij stelt natuurlijk heel zorgvuldig een trainingsschema in elkaar. Maar uiteindelijk moet ik het doen. En voel ik mijn eigen benen aan, voel ik mijn eigen lijf, mijn hoofd niet te vergeten. Dus moeten we daar gewoon heel veel contact over hebben. Dus dat hebben we nu ongeveer 1 keer in de 2, 3 dagen hebben we wel minimaal app-contact. 1 keer in de week bellen we. Om wel zaken te fine-tunen, want dat is best wel nodig in deze situatie. En het was zeker nodig afgelopen maand. Ik heb best wel gestoeid met alle nieuwe dingen die op me afkwamen. Ik moest ineens veel meer gaan trainen. Ik had nog mijn werk. Hoe werkt die combinatie? Behoorlijk veel stress van gehad. Daarover gaat mijn volgende video. Hoe ik dat heb beleefd en met name ook wat ik daaruit uit heb geleerd. Want dat is uiteindelijk ook het vette van dit hele profavontuur. Ik leer er echt nu al extreem veel van. En dat alleen al maakt het gewoon de moeite waard om dit te doen.